Het thema is door de bomen het bos niet meer zien. Nou kennen jullie dat waarschijnlijk helemaal niet. Maar af en toe zit er zoveel in je hoofd. Of is er zoveel in je leven aan de hand. Dat je af en toe denkt, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik heb wel eens dagen gehad dat ik dacht, oké, mijn to-do-list is nog langer dan mijn bureau zelf. Dus hoe ga ik hier doorheen komen? En misschien hebben jullie dat ook wel eens. En het beste wat je kan doen is, oké, heer, u begrijpt ook wel. Dit is niet allemaal te doen in één dag. Help mij om focus te leggen. Om te weten, wat wilt u dat ik vandaag doe? En bij mij eerlijk gezegd, helpt zo'n lange to-do-list daar wel aan. Want eerlijk gezegd denk ik heel lang, ah joh, ik kan het wel in mijn eigen kracht. Dit lukt allemaal nog wel. Nou, daarom brengt God me af en toe op plekken dat het even allemaal niet meer lukt. En volgens mij doet hij dat ook af en toe wel eens een beetje expres. Dat die soort van dubbel deel over je uitstort en dat je alleen nog maar kan zeggen, Heer, dit is niet te doen. En dan zegt hij, inderdaad, daarvoor heb je mij. En weet je, misschien helpt dat ook op andere dagen dat je denkt, oké, heer, laten we gewoon samen deze dag aangaan. De dingen die ik wil doen, die, weet je, die op mijn bordje liggen. En dan gaat God daar doorheen werken. En in deze wereld komt er zoveel op ons af. Er is nog nooit zoveel burn-out geconstateerd bij jonge mensen, bij oudere mensen, omdat er zoveel op ons afkomt. En dan is het zo belangrijk om te weten, waar leggen wij onze focus? En God is daar heel duidelijk over. Weet je, de focus is bij Hem. Je wordt zo overspoeld door van alles wat om je heen gebeurt. Je hoeft alleen al je telefoon te openen. En je kan er een hele dag mee zoet zijn. Hebben jullie ook wel eens dat je op je telefoon zit en dan kijk je op de klok en dan denk je, waar zijn die 30 minuten gebleven? Nou, dat. Maar God, weet je, geeft zo duidelijk aan, focus is waar ik je wil hebben. En focus omhoog. Door de bomen het bos niet meer zien. Mijn eerste punt om je te helpen, hoe ga je daar nou goed doorheen, is focus geeft diepe wortels. Weet je, soms kan je beter één ding heel goed doen dan 100 dingen een beetje half. En bijvoorbeeld hier op zondag, dan ik wil eigenlijk alle mensen spreken, maar dat kan niet. En dan probeer ik de tijd die ik heb met één persoon zo goed mogelijk te doen. In de ogen te kijken. En misschien is het maar 1 minuut, want ik wil ook nog die andere spreken. Maar wat ik geef is het beste op dat moment. En ook in mijn gezin. Weet je, ik weet nog wel eens bij de voetbal stond aan de lijn. En dat ik alleen maar stond te bellen. En dan kwam die van het veld en dan zei die, ja mam, leuk dat je er was hoor. Maar je hebt niks gezien. En dan denk ik, nee, weet je, op het moment dat ik ergens ben, geef ik me volledig daar. En het volgende moment ga ik weer in het volgende stappen ook weer volledig mijn beste geven. In een wereld als deze, the world has going crazy, zeggen we wel eens. Dat is zo. Is het zo belangrijk om goede focus te hebben, goede wortels. En soms hoor ik mensen wel zeggen, ja, maar waarom heb je het nou steeds weer over die wortels? En omdat het steeds stormiger in de wereld wordt, is het steeds belangrijker dat je heel erg grote, diepe, sterke wortels hebt. Want juist als er zoveel geblazen wordt en zoveel geroepen en zoveel lichtflitsen uit de hemel komen, dan is het zo belangrijk dat je goed geworteld bent en stevig staat en weet wie jij bent. Hoe hou je Gods plan vast als je zo overspoeld wordt door dingen die op je pad komen? Allereerst weet wie je bent in God. Wie heeft Hij jou gemaakt? We hebben vandaag daar al een paar keer dingen over gehoord. Maar je why? Waarom heeft God jou uitgekozen? En misschien vraag je dat zelf ook wel af. Maar dat wil God als antwoord geven. Heer, wat is mijn doel hier? Wat wilt u dat ik doe? En je hoeft de Bijbel maar open te slaan. En God spreekt wat hij met jou van plan is. Als je dat niet weet, dan ga je Efeze 1 lezen. Daar staat heel duidelijk wat God met jou van plan is. Wie jij bent in hem. En welke zegeningen hij voor jou heeft. Weet je, jij bent deel van Gods plan. Niemand hier is er per ongeluk. Misschien is je dat ooit verteld, maar dat is niet waar. Jij bent hier met een plan. Je bent deel van Gods reddingsplan voor deze wereld.
Jij bent deel van Gods reddingsplan voor deze wereld. En Heer, hoe kan ik dat doen? Misschien je buurvrouw, misschien iemand bij de kassa die je tegenkomt. Wie kan ik redden? Voor wie kan ik een zegen zijn? En dat geeft je hele sterke wortels. In Johannes 16, vers 33, daar staat dat Jezus heeft gezegd: jullie zullen het zwaar te voortduren krijgen in deze wereld. Ik heb het idee dat die tijd wel een beetje is aangebroken, zou ik maar zeggen. Maar houd moed. Ik, God, heb de wereld overwonnen. Dus waar moet je zijn? Weet je, hoe denkt God over jou? Hoe denkt God over jouw situatie? Het is zo belangrijk om omhoog te kijken. Het gaat over door de bomen het bos niet meer zien. Kijk omhoog. God kijkt van bovenaf naar het bos en ziet zo waar we heen moeten lopen. Maar als je midden in een bos staat, heb je geen idee waar de uitgang is, waar het volgende plekje is waar je heen moet. Maar God weet het wel. Dus kijk omhoog. Allereerst focus op Hem. Want de strategie van de vijand is nooit veranderd. Dan wil je misschien weten, wat is de strategie van de vijand? Verdeel en versla. De vijand wil altijd dat je verdeeld raakt. Dat je denkt, nou, ik ben het eigenlijk niet zo mee eens. Nou, ik weet niet of ik dat eigenlijk ook wel vind. Nou, weet je, we waren vriendinnen, maar ik weet niet hoor, ik vind het nu toch echt niet zo leuk. Verdeeld, juist in zijn huis en verslaan, is wat hij doet. Dus als je denkt, hey, ik trek me een beetje terug, ik voel me een beetje verdeeld, ik voel me een beetje verslagen, dat is niet van God. Kijk omhoog, want dat is alleen maar een tactiek van de andere kant. God wil jou daar doorheen leiden. En als je echt, echt, echt zou weten wie jij bent in God, als je echt zou weten hoeveel kracht jij hebt, zou je je leven heel anders doen. Weet je, als je opstaat en je denkt, wauw, ik heb Gods kracht in mij. Ik heb Jezus' opstandingskracht in mij. Er heeft ooit iemand tegen mij verteld, als jij opstaat, denkt de duivel, wow, help! Toen dacht ik, nou, volgens mij niet hoor. Ik denk niet dat je me kent. Weet je, maar steeds meer ga ik dat zien in mijn leven. En God heeft dat voor ons allemaal. Dat als jij opstaat, als jij focust op God, krijg je diepe wortels en denkt je, oh, chips, ze is weer wakker. Weet je, laten we zulke mensen zijn. Wanneer je alleen maar bomen voor je ogen zie, kijk omhoog. En soms kunnen we ons zo richten op wat we kwijt zijn geraakt. En dat is zo zonde. Want God wil juist dat we bezig zijn met wat we nog wel hebben. Wat Hij in onze hand nog wel heeft gegeven, daar wil Hij doorheen werken. En soms is het zo zonde om te zien dat je focust op wat er niet meer is. Maar ga focussen op wat er nog wel is. En maak daar enorme gebruik van en enorme kracht. Jouw overwinning ligt in God. En dankbaarheid en vreugde is iets bovennatuurlijks. Dat is niet een gevoel van, ja, maar nu voel ik me heel dankbaar, want nu heb ik de lotto gewonnen. Nee, dat is niet een gevoel. Dankbaarheid en vreugde is iets bovennatuurlijks. Een staat die God je wil geven door omhoog te kijken. Alleen maar daar kan je dat krijgen. En weet je, juist in al dit hou je focus scherp. In Hebreeën 8, vers 10 en 11. In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Volksgenoten zullen elkaar niet meer te hoeven onderwijzen. Men zal elkaar niks meer te hoeven zeggen, ken de Heer, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. Weet je, dat is Gods verlangen. Dat jij persoonlijk allemaal we God kennen en zijn plan weten en daardoor hele sterke wortels krijgen. En dat de wereld om ons heen weet, daar moeten we zijn. Naar hun toe kunnen we vluchten als er iets is. Want zij weten het antwoord. Weet je, dat is wat God wil. En dan gaan we naar de, ik zie even op mijn klok. Misschien kan die een beetje, want dan weet ik hoe lang ik nog heb. Er staat namelijk 2 minuten voor uitlegsessies. Maar ik weet niet of dat ook de tijd is die ik heb. Dus ik kijk, straks komt het allemaal goed. Hier gaat alles altijd goed, hè? Dat was al gezegd. Hey, ik geloof dat God, dat staat, als je goed de Bijbel leest, staat er dat God ons al alles gegeven heeft wat we nodig hebben in dit leven. God heeft ons al alles gegeven. Het enige wat wij moeten doen is dat leren goed te managen. Dat ligt bij ons. Alles is beschikbaar. Alle antwoorden zijn beschikbaar. De redding, weet je, alles is beschikbaar. Maar soms is het een proces
En weet je, soms gebeuren dingen niet meteen of later of... Weet je, wij weten niet wanneer, maar alles is in God beschikbaar. En wij zijn degene die dat gaan managen. En ik had in het verhaal, veel van jullie lezen ook regelmatig de Bijbel. Maar toen het volk in de woestijn zat, kregen ze eerst manna en kwartels. Die kwamen gewoon zo bam uit de lucht vallen. Hoefden ze niks voor te doen. Dat was het wonder van God. En toen kwamen ze in het beloofde land. En toen moesten ze ineens alles zelf gaan regelen. Lekker handig. Maar zo werkt het ook in ons leven. Misschien als je net bij God komt, doet God mega wonderen. Je krijgt manna uit de hemel en kwartels. Je hoeft maar te bidden en wow, weet je, 3 bekeerlingen. Alles gaat goed. Maar er zijn ook tijden dat je het beloofde land inneemt en dat je zelf hard aan het werk moet. Ze moesten toen leren om hun eigen leven te managen. Om hun eigen gezinnen te managen. Om hun eigen woningen goed te regelen. Hun eigen banen goed te regelen. En soms is het zo goed om te weten, hey, misschien deed God wel een wonder, maar betekent niet dat hij er nu niet meer is en dat hij niet meer van me houdt. Ik zit gewoon dichter bij mijn beloofde land. Moet gewoon even wat harder werken. Weet je, God bracht zijn volk naar de Jordaan. En aan de overkant lag het beloofde land. En toen zei hij niet, nou, dan ga ik dat volkje eens even op mijn rug tillen en dragen naar de overkant. Hij zei, steek over. Ze hebben eerst een paar dagen over gediscussieerd hoe ze dat dan moesten doen, met wie en waar en hoe en alles. Maar zij moesten zelf actie ondernemen. Steek over. Weet je, om jouw beloofde land te halen, om te halen wat God met jou van plan is, daar is actie voor nodig. En niet alleen maar wonderen van God, die geeft hij uit zijn genade. Maar weet wat jou te doen staat. En God zelf wil dat je verder komt. Weet je, waar focus je op? Blijf lekker pushen. En in het midden van de Jordaan, daar stonden de priesters. Dat vind ik heel interessant. In het midden van de woestijn, te midden van deze wereld, in het midden is het managen het moeilijkst. In het midden denk je, dit heeft echt helemaal geen zin. Ik ga maar weer terug. In het midden wordt het allerlastigst. Maar weet, als ik nu doorzet, ben ik dichter bij mijn beloofde land. Ik ga de goede kant op. Weet je, blijf doorgaan. Be aware. Als het in het midden is. Ga door met Gods plan. Het tweede, dan heb je dus dikke, dikke wortels. Je blijft focussen op God. Je blijft omhoog kijken. Het tweede wat dan heel belangrijk is, om door de bomen het bos weer te gaan zien, zou ik maar zeggen. Is zorg voor een goede, stevige kern van binnen. Ik heb er al wat dingen over gezegd. Maar in Psalm 104 vers 20 staat, sterke helden die doen wat hij zegt. Soms denk ik, ik snap er helemaal niks van. Maar ik blijf gewoon doorgaan met wat God zegt. Weet je, ik blijf gewoon geloven. Ik blijf gewoon hopen. Ik blijf gewoon bidden. Ook al zie ik het niet. Sterke helden die doen wat hij zegt. Daardoorheen word jij sterk van binnen. En Joyce heeft daar ook al vanmorgen een paar dingen over gezegd. Weet je, diep gaan is weten wat God echt voor jou gedaan heeft van binnenuit. Jouw kern heel sterk maken. En ik heb een foto hier van een boom, binnenkant, ja. En aan een boom kan je, aan de ringen kan je zien hoe het met een boom is gegaan. Hoe oud hij is, wanneer het een vruchtbaar jaar was, wanneer het een moeilijk jaar was. En ik geloof dat onze ringen onze getuigenissen zijn. Welke getuigenissen vertellen ons verhaal? Wat heeft Jezus voor jou gedaan? Hoeveel ringen zijn er te zien? Misschien was het een moeilijk jaar. Misschien was het een heel goed jaar. Maar welke openbaring heeft God daar gegeven? Wat heeft hij jou geleerd in dat seizoen? Mensen hebben jouw antwoorden nodig die je gevonden hebt in die momenten. Jouw getuigenissen zijn zo enorm sterk. God wil door jou heen, door jouw verhaal, vertellen wie hij is. En weet je, de problemen van vandaag, die hebben ook een getuigenis van vandaag nodig. Niet van 20 jaar geleden toen je tot bekering kwam of van een jaar geleden. Of God wil jou vandaag een nieuwe getuigenis, een nieuwe openbaring geven. Een nieuwe ring aan jouw boom toevoegen. Hij wil jou versterken en vergroten. En weet je, soms denk ik, Heer, ik vind dit heel moeilijk, maar dit gaat mijn volgende getuigenis worden. Dit gaat mijn volgende ring van mijn boom worden. Dit wordt mijn verhaal naar anderen. En we hebben het vandaag al zo vaak teruggehoord. Maar weet hoe sterk het is wat God juist in het diepste
aan jou geeft. Daar ontmoet je God. Daar zie je zijn antwoorden, zijn oplossingen. En wat zien mensen aan jou of wat horen ze van jou? Horen ze dat het allemaal heel zwaar en heel moeilijk is en heel pittig? Of horen ze wat God in jou aan het doen is? Wat God daardoorheen kan doen en zal doen? Wat spreek jij? Wat laat je horen? Weet je wat er van binnen zit aan kern? Dat komt vanzelf naar buiten. En laten we daarvoor zorgen dat het heel sterk van binnen wordt. En in Openbaringen 12 vers 11. Zij hebben hem dankzij het bloed van het lam en dankzij hun getuigenis overwonnen. Weet je, wij zijn Gods middelen om de getuigenissen te laten klinken. God wil in onze levens enorm bijzondere dingen toevoegen, steeds weer. En hoe moeilijker het wordt, hoe groter het wonder van God, toch? En hoe meer ik denk, Heer, dit kan ik niet meer, hoe meer God kan doen. En weet je, dat is een perspectief om naar dingen te kijken. God wil je kern sterk maken. En ik schrok heel erg toen ik de Bijbel aan het lezen was. In Jozua 4 zie je dat het hele volk bij God is. Ze aanbidden hem, ze zijn blij met hem, ze eren hem. Ze hadden denk ik elke dag een vrouwenconferentie zoals deze. En dan zie je een paar hoofdstukken verder, in Richteren 2, is daar niks meer van over. Helemaal niks. Mensen denken niet eens meer aan God. Ze hebben geen idee meer. En als je kijkt in de Bijbel wat daar gebeurd is, is dat mensen waar God wonderen heeft gedaan, zijn gestopt met dat te vertellen. Dat is de enige reden dat een heel volk een paar jaar later helemaal niks meer van God weten. Geen idee hebben meer wie God is. God wil dat wij zijn verhalen vertellen. Dat we vertellen wat hij voor ons persoonlijk gedaan heeft. Hij had zelfs gezegd tegen het volk, zet 12 stenen neer. God kent ons een beetje. Die weet dat we het soms een beetje vergeten. Hij zei, zet 12 stenen neer. Zodat je altijd weet wat ik voor jullie gedaan heb. Die hele stenen, niemand had enig idee meer waarvoor die stenen daar stonden. Weet je, God vraagt ook aan jou. Schrijf op, vertel rond wat ik voor je gedaan heb. Wie ik ben in jouw leven. Wat ik kan doen. Hoe ik levens om kan draaien. Weet je, God is zo'n mooie en bijzondere God. Wat doet God door jou heen? En verlies nooit het getuigenis. Stop nooit om te vertellen wat God voor jou heeft gedaan. En soms loop je onderweg krassen op. Inkervingen. Deuken. Maar als je heel eerlijk naar een boom kijkt, maakt dat een boom karakteristiek en authentiek. Weet je, juist door de dingen die je meemaakt, door de dingen die gebeuren, maakt God jou met een mooi karakter. Een authentiek karakter. En dat is zo bijzonder. Oké, het laatste punt en de laatste tekst, want ik zie Pastor Mathilde al komen. Dat doet hij allemaal niet voor niks. Hij doet dat omdat hij wil dat we brede takken hebben om vrucht te dragen. Weet je, hij geeft jou stevige wortels, een sterke kern, zodat je hele brede takken hebt om vrucht te dragen. En dat staat in Ezechiël 31. Zo werd zij, daar staat hij, maar de hoogste boom van alle bomen. Zo kregen zij brede takken en lange twijgen. Door al het water uit de diepte. In de diepte geeft God jou het water, waardoor je hele sterke takken krijgt. En in zijn takken nestelden vogels van de hemel. Groot was zij en mooi met zijn lange takken. Dat heeft God voor jou.